dat er heel veel mensen zijn overleden. Gevechten. Adolf Hitler volgens mij ook. Aan bunkers, aan legers en gewoon een oorlog. Oorlog, dat de Duitsers ons aanvielen. Meerdere landen. Ik denk dat heel veel mensen toen wel verdrietig waren en bang. Vaak aan de mensen die dood zijn gegaan en de verschrikkelijkheid en zo. En hoe het was. Ja, dat is toch wel gewoon een belangrijke gebeurtenis is die er in de geschiedenis is geweest. Het was de winter in de oorlog dat er helemaal niks meer te eten was, dat ze zelfs bloemen gingen eten. Het was een hele koude periode met weinig eten. Dat is gewoon alles ging eten wat ze tegenkwam, echt alles. Ook al was het gras, dat was natuurlijk niet in de winter, maar ook echt allemaal dingen waarvan je niet zomaar zou denken dat ga ik eten. Ja, dat heel veel gezinnen geen eten hadden. Dat ze gingen bloemkool moesten eten. Oh, dat ze weinig eten hadden en zo. En dat ze spullen gingen ruilen voor eten. Dat mensen gewoon uit prullenbakken aten. Eten te kunnen krijgen. Dan moesten ze bijvoorbeeld, hadden ze bijvoorbeeld één brood of zo. En dan moest je daarvoor in de rij staan. En dan kreeg iedereen dan bijvoorbeeld een klein stukje. Het was heel niet leuk. Zijn mijn overgrootopa. Ik weet wel dat als mijn vader ging eten bij zijn opa en oma, dat hij dan zijn bord af moest likken. Omdat dan ook het toetje moest ook op het bord. En dan moest je dat gewoon helemaal oplikken dat het alles op was. Ja. Volgens mij was dat mensen het er toch niet mee eens waren met oorlog en dat ze zich ertegen gingen verzetten. Ja, daar mensen gingen onderduiken en toen gingen ze tegen het Duitse leger vechten en mensen helpen. Zo met onderduikplekken zoeken. Dat ze kranten in kinderwagentjes verstopten en dat soort dingen. Nou, daar werden Joden vastgehouden en mensen die ze hielpen met onderduiken. En daarna werden ze vermoord en doorgestuurd volgens mij naar andere kampen in Duitsland. Werd je mishandeld en moest je dingen voor ze, de Duitsers, doen. Daar zaten ze ook gewoon vast en zo. Dan mochten ze gewoon niet uit en dan werden ze gewoon gevangen, soort van genomen eigenlijk. En dan zat je daar in de kamp en dan kon je niks eigenlijk. Zaten ze met z'n honden in zo'n klein hutje. Met allemaal luizen, doeken, waar allemaal luizen in zaten. Nou, daar zou je echt niet willen zitten. Het lijkt me heel verschrikkelijk geweest. Je hebt het Vlaaikanaal, die bunkers. Ja, dat bij de grote kerk, die was iets van 3 keer gebombardeerd. Nou, bij de kerk, achterop. Daar stond een molen en die hebben ze neergehaald omdat ze anders een uitkijkpunt hadden waar ze kwamen. En er staat volgens mij bij de vijver, bij het huis in de wei, staat volgens mij een gedenkding. Ja, bij de kerk zijn heel veel mensen ook overleden. Maar er lagen heel veel mensen wonen daar ook en het is heel vaak opnieuw gebouwd, omdat het door de oorlog kapot is gemaakt en heel veel dingen zijn opnieuw gebouwd. En er staan ook beelden in Scherpenzeel. Ja, een beetje in Renswoude, daar is ook een herdenking met allemaal namen. En in Scherpenzeel, bij het fort ergens, daar is ook zo'n beeld van de oorlog volgens mij. En daar herdenken ook altijd. Ik weet dat mijn overgrootopa het heeft meegemaakt en mijn overgrootoma, maar ze vertellen er niet echt heel veel over. Mijn opa die ging dan mensen uit Rotterdam naar Scherpenzeel brengen in een bus. Alleen mijn overgroottante en mijn overgrootoma, die heb ik een beetje gekend en die zaten allebei in het huishouden. En die hebben ook heel veel mensen zien
zien ook overlijden? Ik had ooit een keer een verhaal van mijn vader gehoord over mijn opa. Dat ze altijd naar zo'n kelder gingen in hun boerderij, omdat ze hadden een boerderij. Geen slachtoffers waren gevallen in de familie, dus dat was wel gelukkig. Ja, mijn oma die heeft volgens mij als een 6-jarige dat meegemaakt. En die hadden allemaal zusjes en moeder, vader. En volgens mij waren de moeder en de vader die zijn overleden door de oorlog. En zij en volgens mij nog een zusje, die hebben het overleefd. Meestal begint het altijd met een nutteloos iets en dan gaat het gewoon alleen maar door. En dan, ja, dan gaan er gewoon mensen dood die eigenlijk helemaal niks hebben gedaan. De oorlog in Oekraïne vind ik wel heftig. Ik heb zelfs beelden gezien van vrienden en familie die daar ook echt zijn. Ik heb zelfs gehoord dat een vriend van mijn vriend, die is zelfs doodgegaan in het gebouw. Omdat de rakettenstrijk. Dus ja, dat was best heftig. Ja, ik vind wel, als je naar de beelden kijkt, vind ik het wel heftig om te zien. Ja, maar wij vangen nu wel Oekraïners op, dus daar horen we nu wel over de andere oorlog, zeg maar. Ook heftig? Ja, ik heb, mijn tante heeft Oekraïners in huis gehad. En we vinden het ook nog steeds doodeng als de luchtalarm gaat en zo. En ja, ik heb wel medelijden voor ze. Ja, niet leuk. Dat is volgens mij met de mensen, want wij hebben ook een keertje het voetbalteam. En dat was ook helemaal overstuur en die had ook nog allemaal mensen die daar woonden. Dus die moest steeds huilen tijdens de training. Dus ja, voor mij mag het wel stoppen. Ja, vreselijk. Echt. Ook geen idee waar het over gaat. Allemaal mensen die dan om het leven komen. Oh, dan denk ik, waarom is er eigenlijk oorlog? Waarom praat je dat niet uit? Dat denk ik dan meestal. En ik vind het heel erg voor die mensen die daar wonen in Oekraïne en zo. Ja, verschrikkelijk. Het lijkt me echt niet leuk. Gewoon de hele tijd bang zijn. En slecht wonen. De hele tijd vluchten, rennen. Ja. Het zal wel eng lijken. Dat je gewoon denkt dat je gewoon dood kan gaan. En dat er mensen binnenstormen en dan meenemen. Er zijn allemaal mannen die zijn daar aan het vechten en zo, maar... Want als dat je eigen vader is, dan zou je dat ook niet willen. Ja, erg, want natuurlijk heel eng, want misschien gaat je familie, kan je wel kwijt zijn en dan ben je helemaal alleen en zo. Ja, ik zou wel bang zijn, denk ik. Ik zou het eng vinden dan, eigenlijk. Omdat, ja, je hebt een 50-50% kans om eruit te komen, of niet. Dus ja, ik zou het wel eng vinden. Je kan niet echt veilig naar buiten en je kan bijvoorbeeld dan niet met je vrienden spelen. Want dan ben je heel bang en dan kan je niet doen wat je zelf wil. Nou, ik kan niet naar school. Ik ben niet heel vaak veilig als je buiten bent. En ik hou niet heel erg van binnen zitten de hele dag. Heel naar, denk ik. Het is helemaal niet leuk leven en veel mensen die je goed kent, die je waarschijnlijk misschien doodgaan of nooit meer gaat zien. Vreselijk, echt. Ik zou gelijk weg willen, echt. Gewoon dingen pakken die je nodig hebt en gewoon gelijk weggaan. Niet meer daar blijven, echt niet. Ik zou echt heel erg bang zijn dan. Verschrikkelijk. Je bent dan natuurlijk daar opgegroeid en dan moet je weg omdat er iemand wil dat overnemen en dat wil jij niet. En dan moet je dan naar een ander land, nieuwe omgeving. En je wil eigenlijk gewoon weer naar huis, naar je familie en vrienden. Ja, nou, als het dat is dat je dan levend blijft, dan denk ik zo van, dan heb ik het er wel voor over. Maar ja, je wilt ook niet dat Nederland weggaat. Dat zou ik gewoon niet leuk vinden, want dan ben ik gewoon
Ja, dus dan raak je gewoon al je vrienden kwijt en dan ben je bang dat ze dan ook nog eens het niet kunnen overleven. Want straks kom je dan, wanneer het voorbij is, kom je te horen dat heel veel van je vrienden zijn overleden. Niet fijn. Je komt in een nieuw land waar je nog nooit bent geweest en waar je misschien de taal niet van spreekt. Ja, niet leuk, want alles in dit land ken je. En dan ga je opeens naar een ander land en dan moet je eigenlijk helemaal opnieuw starten met je leven. Ja, je bent toch wel gewend in je eigen land en dan wil je er eigenlijk wel het liefste blijven. Maar ja, natuurlijk wel gaat veiligheid voorop, dus dan is het wel moeilijk. Dat zou ik wel lastig vinden en heel erg eng, want je weet nooit waar je heen gaat. Nou, ik zou het niet heel leuk vinden, maar als er geen andere optie is, dan zou ik het wel doen. Niet fijn, gewoon. Je wil gewoon in je land blijven eigenlijk. Je wil niet bij onbekende mensen zitten eigenlijk. Ja. Ik zou het niet fijn vinden, maar ik zou het nou ook niet heel erg vinden om in een ander land te wonen. Want daar leer je dan toch ook weer die, ja, hoe ze daar leven en zo. Dat leer je dan daar toch wel. En dan, ja, je hoopt dan dat je nog wel terug kan naar je eigen land. Ik probeer het altijd wel zelf op te lossen en als dat dan niet lukt, dan haal ik er wel iemand anders bij. Nou, op school praten we er met de meester over en pas nadat ik ruzie met een vriend zit, ben ik gewoon even met mijn moeder naar die vriend gegaan en toen hebben we gewoon even uitgepraat. Dan gaan we meestal praten met elkaar, maar dan moeten we wel iemand bij elkaar hebben, want stel je voor, er wordt iets verkeerd gezegd en iemand wordt verboos en ja, dan komt er weer meer ruzie. Voor de mensen die dan eigenlijk in die tijd hebben toen geleefd, dat ze dan eigenlijk niet een gewoon leven zoals wij konden leven. Omdat er wel iets heel ergs is gebeurd in ons land. En we moeten wel zorgen dat dat aan wordt gedacht en dat dat niet meer gebeurt. Wij zijn nu in een vrij land, dankzij hun. Mensen hebben zich opgeofferd voor ons. Dus dat vind ik wel mooi. Ja, omdat mijn overgrootoma daarmee heeft gedaan. En zoveel mensen zijn overleden voor ons een toekomst te geven. Dus dat vind ik wel heel mooi. Dat er nu gelukkig vrijheid is, want het kan nog zo door zijn wezen lopen. Dat we nog steeds oorlog hadden. Dus daar ben ik heel blij mee dat we vrijheid hebben gekregen.